Wouter Beke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was dolle pret geloof ik daar, hè, Bobby Aanland, hè? Het was een fantastische gezinsdag met meer dan 10.000 mensen. Amai. Waar dat we samen een fijne dag beleefd hebben. Ja, en met leuk weer ook nog de hele dag? Of heb je het niet droog gehouden de hele dag? Jawel. Oh, het was prachtig weer, droog, mooi, warm. En hadden ze bier in het café? Oh. Er was bier in het café. Bobby Aanland. Nee, maar het is niet zo erg als een café zonder bier. Ja, dat weet ik. Ik wist dat je dat bedoelde. Ja, ik wist dat. Ik denk dat meneer Beken het ook wel wist. Ja, denk ik het ook. Ja. Maar even terug naar uw voorstel. Dus geen vrachtwagens meer in de buurt van scholen, als we het goed begrijpen. Wel, kijk, ik denk dat veel ouders graag zouden hebben dat ze hun kinderen met de fiets naar school zouden kunnen doen. Maar vandaag de afweging maken dat het te gevaarlijk is, dat het te onveilig is en dat men dan zelf maar in de wagen kruipt om hun kinderen dan met de wagen naar school te doen, waardoor dat de schoolomgevingen nog onveiliger worden. Dus dat is een soort spiraal die we moeten proberen te doorbreken. En een van die afwegingen is zwaar verkeer aan schoolomgevingen. Nu, we weten natuurlijk dat we langs grote gewestwegen waar scholen liggen, dat we daar het zwaar verkeer niet kunnen weghouden. Maar er zijn best wel andere voorbeelden te nemen, waarbij dat men zegt, tijdens die schoolmomenten, de spitsmomenten aan school, 's morgens en 's avonds, daar gaan we dan toch wel het zwaar verkeer weren. Daar gaan we schoolstraten invoeren om op die manier de veiligheid aan de schoolomgeving te bevorderen en vooral kinderen en ouders te stimuleren om met de fiets naar school te gaan. Ja, want dat hoor je heel veel, dat mensen het echt niet durven. Hè. Je hoort dan af en toe zo'n ongeval en die truckers kunnen daar ook niet aan doen, maar met die dode hoek enzovoort. Oh. Dat is afschuwelijk als je zo'n kind verliest. Hè. Dat is verschrikkelijk. Hè. Op die manier, op elke manier. Maar nee, maar dus... je hebt gelijk. Op elke manier, maar als ze het kunnen vermijden. Anderzijds zullen er wel truckers zijn die zeggen, wij moeten ook onze job doen, hè, meneer Beke. Ja, natuurlijk. En we moeten daar op een intelligente manier mee omgaan. Hè. Nog eens langs drukke gewestwegen, dan zal het moeilijker zijn. Dan moeten we andere maatregelen durven nemen. Maar vaak aan die zijstraten, bijvoorbeeld van gewestwegen, daar kan je wel schoolstraat invoeren. Daar kan je bijvoorbeeld wel regelen dat je 's morgens en 's avonds die schoolstraten herinricht, zodoende dat daar de fietser volop zijn plaats krijgt. Ja, Gwendoline stuurt... En dat de automobilist weet dat hij een stapje achteruit moet zetten. Ja, Gwendoline, luisteraar Gwendoline stuurt. In Kortrijk is er zo'n werfcharter. Geen werfverkeer de uren rond begin en einde van school en middag. En dat werkt. Ja, als je er kan op aanpassen, waarom niet? Ja, dat is goed voorstel. Goed, oké, we zullen zien of... je zit in de meerderheid, hè, dus je kan het er toch wel doorduwen. Hè. Dat moeten we met de collega's dan maar even bespreken. Hè. Wel, wij hebben eind vorig jaar gezegd, maak van fietsbeleid een absolute prioriteit. We komen uit een periode dat men traditioneel dacht, we gaan eerst aan een auto denken, dan aan de fiets. En dan als er nog wat tijd en geld over is, misschien eens aan de voetgangers.